En dan een andere broek eroverheen. Maar staat hij dan als voor joker, zou je zeggen? Dat hij dan zijn broek tussen zijn broek half was en daarna, weet je wel? Nou ja, zoiets ja. Ja, is dat wel zijn broek? Ja, ja, dat wel ja. Als hij van de bijen afgaat, dan had het ook zo van het zon komt aan. Dus ja, zo nee, is het dan. Grapjas. Grapjas. Ja. Hey, dan moet je een nummer van hem hebben, hè? Ja, het is 06-47. Ja. 17. Oh. Ja, 4-7-1-7. Nou, helemaal goed. Ja? Gaan we hem even bellen zometeen? Is goed. We hebben het eind bij deze, hè? Nou, dat is toch wat. We hebben spontaan de oproep van de uitsmijter nog niet eens gedaan. En mensen beginnen spontaan al te bellen. Wat dat betreft zijn ze wel goed opgevoed, moet ik zeggen. Nou, goed. Moeten we al gelijk de jingeltjes alles er maar even bij zoeken. Dat gaat nu wel heel erg snel allemaal. Even kijken of we dan ook de bewuste zwembroekpersoon aan de lijn kunnen krijgen. Dat zou mooi zijn natuurlijk. Even kijken. Of we hem überhaupt natuurlijk aan de lijn krijgen, want zo komt het nog wel af. Het zou toch wat zijn, zeg? Hi, Klaas. Oh, ja, hallo Klaas. Hallo. Klaas van de Zwembroek. Klaas van de Zwembroek? Ja. Oh, ik heb het even. Ja, wat zeg je? Klaas van de Zwembroek? Ja. Ik heb een heel leuk verhaal. Je spreekt trouwens met Alfred van Radio NL. Goedemiddag, morgen. Goedemorgen, middag. Jij bent opgegeven door jouw schoonzus. Mijn schoonzus, Ali zeker. Ali zeker, helemaal goed. Ja. En dat was wel grappig, want ik zou net de oproep doen voor die uitsmijter. Dat mensen zich kunnen opgeven. Want toen belde Ali spontaan voordat de oproep geweest was, belden ze al naar de studio toe. Oh. Dus nou ja, goed, ze heeft deze keer maar gelukkig dan. Maar het verhaal dat zij vertelde was natuurlijk ook wel dermate interessant om daar eens iets meer van te willen weten. Want ze vertelde namelijk dat jij drie weken per jaar op vakantie gaat. Ja. En dat moeder de vrouw dan een zwembroek voor je koopt. Ja, dat klopt. Vertel eens. Ja, want ik verbrand iedere keer op de...